Justitieminister Kenneth Amoxie overhandigde vrijdag de sleutels van een nieuw politiegebouw op de weg naar Jacob-Condré aan de politie van het gebied. Samen met een delegatie van politieagenten, vertegenwoordigers van mijnbouwbedrijf Seeing Mining NV en het commissariaat van Boven-Koppename kreeg Amoxie een rondleiding door het gebouw. De burgervader en de minister zijn in het bijzonder onder de indruk van het werk dat verzet is om het veiligheidsgevoel in het gebied terug te brengen. De nieuwe politiepost is een behoorlijke verlichting voor de druk die op de politie heerst, zei de justitieminister. Er vinden veel illegale activiteiten in het gebied plaats en de aanwezigheid van de politie is vereist. We hebben het traditioneel gezag vaker op kantoor bij mij gehad. Waarbij ze echt hebben aangegeven, waarbij ze vaker hebben aangegeven de noden van de mensen, de gemeenschap uit deze buurt. En voor ons is het heel goed dat Siging Roosevelt als ondernemer in dit gebied, als investeerder in dit gebied, sowieso hebben jullie community relations. Jullie doen veel. Ik weet ook met betrekking tot studenten dat jullie financieren andere projecten. Er is een heel programma. Er is een heel programma. En ik ben blij dat er ruimte is gevonden om de politie in deze te ondersteunen met de middelen zoals door u aangehaald. Ik heb die sleutels ontvangen. Ik draag het gelijk over aan commissaris Farina, die hoofd is van deze regio. Districtscommissaris Walter Monjaski van Boven-Koppename geeft aan dat het een wens was van de overheid en de bewoners van het gebied om de politie in hun gebied te hebben. Wat we zaten sinds een jaar diep saber, heb ik beroefingen van plaats in het gebied en in een jaar is nog. Bijna de DDBK Fadon en een boemantje Ripsa. En hoe betek nanga regering, hoe betek nanga ministerie voor justitie en politie samen het traditioneel gezag, de ondernemers in het gebied, voor lukken voor bekal los het probleem op. Zo so, mevrouw Tony, voor het bedrijf Sarafina op een snapu, attackeren, mee op de comfort. En hoe zit een groep, bij Corus Politie Suriname bedeni, mevrouw Tony nanga de ondernemer, het traditioneel gezag nanga het DC. Nou, de werkarme van deze voorbeek, lukken voorbeek, dat je wat oplossing kon zien. De politiepost is opgezet door lokale ondernemers in samenwerking met Xi'in Mining NV. Het mijnbouwbedrijf heeft ook een voertuig en goederen geschonken aan het ministerie van Justitie en Politie ten behoeve van de dienstverlening van de politie in het gebied.